Ik kan een auto kan ik repareren. Ja. En als een koplampje kapot is, kan ik een nieuw koplampje erin zetten. Maar dit kan je niet fixen. En daar heb ik wel moeite mee. Ja. Ik ben altijd hier om tussen 7:15 en 7:30. En Jacqueline die was altijd om 10:00 ongeveer hier. En die ging om 1:00 of 2:00 naar huis. En die hield de boekhouding bij, maakte rekeningen. Tot voor een aantal maanden geleden. Op een gegeven moment was ze een soort van in de war, maar wij merkten dat niet. Ze wist niet meer hoe ze zich moest aankleden en zo. Op een gegeven moment ging ook het schrijven wat slechter. Ook een beetje bozig, terwijl ze dat nooit was. Dus ze draaide heel erg om, zeg maar. Dat is heel onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk. Dus dat was voor ons eigenlijk het teken van dit is niet goed. We hebben nog nooit gehoord hiervoor dat het bestaat, dat HE. Nee. Totdat we uiteindelijk een keer op de spoedeisende hulp zaten en dat er een arts naar ons toe kwam die dat ging uitleggen. HE staat voor hepatische encefalopathie, oftewel in de volksmond ammoniakvergiftiging, waardoor je hersenen niet meer functioneren. Het begint met dat je niks kan onthouden, niet op woorden kan komen, tot verward, tot diep in slaap, coma, zelfs levensbedreigend. En dat gebeurt plotseling. Het is van de een op de andere, met één vinger verandert het. Het is niet zozeer dat je het aanziet komen, maar het kan in een aantal uren ontstaan. Ik dacht echt, dit gaat wel over, dat is tijdelijk. Hoi. Hallo. Ze hebben je uit je bed gehaald. Dat heb ik zelf gedaan. Ja. Ja, gewoon kleine dingetjes waar ik tegenaan liep. Ook als ik iets op moest schrijven, dat kostte me zo vreselijk veel moeite. Als een Albert Heijn-briefje, zei ik, maar een boodschappenbriefje, zei ik van, wil iemand anders het schrijven? Want ik kan gewoon de letters niet meer op een rijtje zetten. En zulke kleinigheden, daar begon het eigenlijk mee. Zoals nu ook, bijvoorbeeld. Ja. Ik kan nu moeilijk denken van, zo en zo en zo, weet je wel. Mevrouw Schipper is een patiënte die ik al heel lang ken, begon met een leverziekte. Daarvoor heeft ze een levertransplantatie gehad, heel lang geleden. En helaas is de ziekte teruggekeerd in de lever. En is die lever weer verwoest met cirrose, maar ook met alle gevolgen van dien. Wat eraan vooraf gegaan is ik had al ontbeet, het normale ritueel. En ik kom boven en ik zei, ik ga weg naar de zaak. En toen keek ze me eigenlijk een beetje wazig aan. Dat ik denk van, apart, maar ja, ze zal heel lief geslapen hebben. Dus ik ga naar de zaak en een half uur later belt mijn dochter op dat ze heel erg in de war was. Ik wist helemaal niet meer waar ik moest beginnen. De toilet was verstopt. Ik weet niet meer wat ik gedaan heb. Ik denk heel veel papier, ik weet het niet. En toen hebben we eigenlijk stap voor stap doorgenomen hoe ik me weer terug op de rails kon zetten. En toen heeft zij het ziekenhuis gebeld. Toen zei ze, nou gaat het niet meer goed. Ik zei, nee, dat geloof ik ook niet. Denk je, ja, je wil je gewoon aankleden en het lukt gewoon niet. Het lukt gewoon niet. Ik denk dat je het heel erg kunt vergelijken met iemand die dementeert. Dat het er heel erg op lijkt. Is het licht uitgedaan? Is het gas uitgedaan? Ja, alles moet je letten. En dat is, ja, denk ik, heel indrukwekkend voor de omgeving. En voor die persoon zelf ook. Die het vaak ook niet eens zich goed realiseert. Op een gegeven moment dan ga je jezelf een soort gekkie vinden. Er was iets gebeurd en dan wilde ik tegen mijn man zeggen, joh, dat dan dat is gebeurd, maar dat komt er dan niet in goede volgorde uit. Dus het komt er natuurlijk heel raar over. Besef ik me nu dan. Dan word je alleen maar steeds kwaader dat je niet begrepen wordt. Ik had nooit ruzie met mijn moeder. En toen ineens, van de zomer hadden we heel veel ruzie. Nu we weten dat ze HE heeft,
denken we achteraf, oké, dat komt misschien ook wel daardoor. Ze had een soort van afstand naar ons, waardoor wij eigenlijk niks goed konden doen. Dit vind ik heel moeilijk. Omdat je hebt niet meer de vrouw die je eigenlijk had. Ze was altijd heel erg bezig, hard aan het werk en houdt nog steeds heel veel van ons, denk ik. Constant met de hond bezig. De meeste ammoniak komt uit de darm. Dus wat je probeert is de hoeveelheid ammoniak, de hoeveelheid eiwit in de darm te verlagen. Nou, dat doe je met lactulose, waar je heel veel diarree van krijgt. En antibiotica, dat heet rifaximin. En die combinatie werkt prima. Heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat de klachten minder worden. Dat de mensen minder moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dus dat is echt wel een bijdrage geweest. En soms is de enige oplossing een transplantatie. Ze staat heel hoog op de lijst. Gauw als er een goed aanbod is, dan is die voor haar. Dat is ook de enige oplossing om alles te voorkomen. Ook dat HE. Dat kan je ook alleen maar kwijtraken door een goede lever. Waardoor ze zichzelf weer wordt, hoop ik. Toch? Dat zou fijn zijn.